Het is zo leuk, je hebt echt zo'n Arjen Smit naam heb je, Loezewies. Leuk, hè? Ja, mijn opa heeft hem verzonnen. Je opa heeft hem verzonnen, ja. Hey, Dirk is de man die je vraag stelt en het zou heel goed zijn. Stel ik even een ander vraag. Dat kan dan niet meer. Dat is slim bedacht. Jullie moeten even wisselen, denk ik. Dat is beter voor het geluid ook. Want anders we hebben het anders gerepeteerd, maar goed. In de politiek van links en rechts gaan is zelfs snel gegaan. Ik wil even zeggen, mensen, jij bent politiek, journalist geweest. Hè? Jij hebt bij Den Haag Vandaag gewerkt. Heb je ooit wel eens een kabinetsval verslagen? Ik heb er twee meegemaakt. Een heleboel crisissen. Ja? Die net niet waren. Ik heb er 11 jaar gewerkt. Waarom ben je weggegaan daar? Na 11 jaar had ik het wel gezien. En ik moet zeggen dat ik heb het voor kranten gedaan, voor tijdschriften. En de laatste 3 jaar voor televisie. En het was, dat was een beetje tropenjaar ook wel. Ja. Nou, hier ligt ze. Of hier zit ze. Hier ligt ze uitgeteld. Ik heb je cv bekeken. Ja, je hebt een stormachtige carrière achter de rug. Hè? Montessori onderwijs ook? Nee. Welk onderwijs heb jij gedaan? Ja, ik heb in het buitenland gewoond. Dus ik heb op een Duitse school gezeten. In Amerika. Op een Duitse school in Amerika? Ja, heb je Eddie Wally daar toevallig op Ik heb mijn eindexamen op een internationale school gedaan. Ja. Maar gewoon in Nederland gestudeerd. En toen dus die stormachtige carrière. Ja. Woordvoerster geweest van Hans van den Broek, die ooit, als ik me niet vergis, nog wel eens D66 heeft gestemd, klopt dat? Oeh, dat weet ik niet. Dat heeft hij mij nooit bekend. Nee? Maar hoe lang ben je dat geweest, de woordvoerster? 2 jaar zijn woordvoerster en 2 jaar zijn adviseur. Dus 4 jaar in totaal. En eerst adviseur, toen woordvoerster. Ja. Dus dat dit camera's zijn, dat weet je allemaal. Dat is jou niet onbekend. Ja. Wat is een adviseur? Ja, elke commissaris heeft een team van 7 mensen om zich heen. En die moet hem advies geven over eigenlijk alles wat met Europa te maken heeft. Want hij gaat formeel dus over het buitenlands beleid. De toetreding met Oost-Europa, Turkije, dat soort zaken. Maar hij beslist ook mee over consumentenbelangen, milieu, justitieaangelegenheden. En daar krijgt hij advies over. Maar al die portefeuilles beheer jij dan ook? Heb je ook allemaal ideeën over? Ik heb het net in mijn eentje gedaan. Kun je advies te geven? Ik geloof het niet. Ik wil zo graag weten hoe hij daar dan op zou reageren. Ja, linksaf. Nee, moest rechts. Maar heb je nooit een verkeerd advies gegeven? Nee, maar kijk, je bent natuurlijk gewoon een van de medewerkers. Je hebt een team en hij is de eindverantwoordelijke. Dus wat dat betreft is het een ontzettend leuke leerschool. En die maakt het hele Brussel van binnenuit mee. En dat vond ik ook... Ja, het was ook een van mijn drijfveren om nu naar het parlement te willen. Omdat je zoveel dingen ziet die misgaan. En zoveel dingen die veranderd moeten worden. En dan ga je vanzelf ook kriebelen van daar wil ik ook echt wat aan doen. En niet alleen als adviseur, maar je bent heel jong, Loes. Ja, sorry, Dirk. Maar je zegt heel veel dingen die misgaan. Ja. Wat bedoel je dan? Nou, neem nu even in januari, hè, toen de commissie die motie van wantrouwen er was. Edith Cresson, misschien iedereen wel bekend, de corrupte Française die daar zit... had in januari naar huis gestuurd kunnen worden. Maar er was geen meerderheid voor in het parlement... omdat de christendemocraten en de socialisten daartegen waren. Nou, dat vind ik nou echt zo'n gemiste kans. Het parlement had door kunnen bijten, had kunnen zeggen... wij pikken die corruptie niet, wij hebben de macht. En wat doen ze dan? Gaan ze nog 2 maanden lang zitten bakkeleien... en dan gaat de commissie zelf aftreden. Maar toen was Van den Broek toch eigenlijk een van de partijen... die inderdaad niet die crisis wilde doorzetten. Toch? Nee, maar kijk, het parlement heeft gewoon een kans laten liggen. Ja, ja. Maar jij bent toen woordvoerder van Van den Broek, dus jij nee, moest zijn... Nee, ik was toen al weg. Oh, was je wel? Ja, ik was toen... Daar was je wel blij mee, denk ik. Ja, je bent gemazzeld, ja. Maar ga je doen, Nel? Even wachten. Oh, Nel gaat even wat whisky drinken. Maar is het niet... maar het is ook een beetje, dat is een beetje toch optimistisch gedacht... dat je dat voor elkaar kan krijgen. Zo is ook nu weer de gedoe met die salarissen van Europarlementariërs. Ja, ook zo'n voorbeeld. Dat is 1 pot nat. Ja, nee, dat is nou ook zo typisch zo'n voorbeeld... er is een kans, echt hebben ze laten liggen, dat 3 jaar geleden al geregeld kunnen zijn. Doen ze het niet. Nou ja, nu is er dan een vrijwillige gedragscode, in ieder geval voor de Nederlanders. Maar het is natuurlijk veel beter als alle Europarlementariërs hetzelfde salaris verdienen, bonnetjes moeten inleveren, geen dubbele pensioenen. En niet alleen de Nederlanders. Nee. Ja, het is zo slecht voor de beeldvorming. Ben je een carrière, vrouwtje? Nou, het gaat mij niet zozeer om de carrière. Het gaat mij echt om het doel wat je bereikt. En wat dat betreft, als je Europa wilt veranderen... dat kan je ook doen als journalist, als activist, als ambtenaar en ook als politica. Dus daar heb ik nu voor gekozen. Nou, werk je met de ellebogen, bedoel ik? Nee, dat is ook helemaal niet nodig en daar kom je ook niet zo ver mee. Is dat zo? Ja, volgens mij heb je er veel meer aan als je dingen goed opbouwt. Als je goede teams opbouwt. Als mensen weten dat ze je kunnen vertrouwen, op je kunnen rekenen. En vooral als je nog heel lang mee moet. Ja. En dat wil ik natuurlijk wel. Ja. Dus dan is het veel belangrijker dat mensen weten dat je gewoon recht door zee bent. Mm-hmm. Even nog terug naar die periode van het boek. Zonder een foute suggestie te willen wekken, maar je ging ermee naar bed en je stond ermee op eigenlijk. Ja. Nee. Met ellebogen hoor ik al zeggen, met ellebogen. Ik noem elleboog fucking... Nee, maar...
Hij begon. Nee. Ja. Sorry. Ik begon Montessori lekker bezig. Creatief met mezelf bezig te zijn. Nee, maar goed, laat ik het anders zeggen. Dag in, dag uit met Hans van den Broek. Ja. Hoe is dat nou? Ja. Dus je wijkt niet van zijn zijde. Je zit met hem in de auto, je zit hem bij vergaderingen. Ja, nee, en weekenden, hij kan middernacht nog bellen van... Goh, we moeten morgenochtend toch even op de radio nog iets kwijt. En het is ontzettend zwaar, maar ook heel erg interessant. Je maakt van alles mee. Dat is natuurlijk interessant, je kunt overal bij zijn en je leert ontzettend veel. Ja. En dan was het woordvoeren was afgelopen. Dan ging je keurig naast hem in de auto zitten en dan... Waar ging het gesprek dan over? Over van alles, maar meestal, vooral als het goed was gegaan, dan ging Van den Broek zingen. Pa, hè? Thierry, dat wil ik niet weten. Dat wil ik gewoon niet weten. Dat komt nooit meer goed met Kosovo. Hij kan heel leuk zingen. En, ik herken je met gesloten ogen. Hij heeft alle nummers van Eddie Wally kent Van den Broek uit zijn hoofd. Hey, wat zong je dan? En dan musicals. Musicals? Ja. Van den Broek als Miss Saigon. Een helikopter! Een helikopter! The Phantom of the Opera. Wat zong je dan? Sound of Music, King and I, My Fair Lady. Ja. Hans van Trap. Ja, nee, dat is echt heel leuk. En jij, zong jij dan mee? Nou, ik kan niet zo mooi zingen. Ik ken de teksten wel, maar hij is wat muzikaler dan ik. Dus samen ging dat vrij goed. Dus die kilometers over de autobaan en maar zingen. Mag ik even over de desastreuze dinsdag, nacht, woensdag, D66. Ja, dat is nu helemaal verdwenen. Nee. Het referendum. Ja, dat horen we nooit meer van. Nee. Dat is zo lachen. Nee, met even zo'n 21 alle gekheid op een stokje. Maar dat kunnen we wel, bij de vuilnisbak zetten. Wat heel jammer is dat het referendum, dat we daar niks meer van horen. Nee. In ieder geval de komende 4, 5, 6 jaar niet meer. En zo, maar D66 zeker. En met name nu de Europese verkiezingen daar aankomen. Kijk, ik denk... Wij hebben hier heel duidelijk gezegd, radicale democratisering in Nederland is nodig. En dat is in Europa nog veel nodiger. Ik zei al dat voorbeeld van mevrouw Cresson, die onkostenvergoedingen. Maar er gebeurt er nog veel meer. 40% van de wetgeving komt uit Europa. En daar moeten we over meepraten. Ja. En dus daarom is, ik vind het juist ontzettend goed dat we standvast zijn geweest. Dat we zeggen van, wij willen verandering. Wij willen dat het anders kan. Het moet ook anders. Ja, en daar staan wij voor. Heb je contact gehad met Tom de Graaf? Ja. Wanneer? Voor het laatst, 1,5 dag geleden, maar ook via medewerkers. Wat zong je toen? My Way van Frank Sinatra. Our Way. Ja. Samen schudden wij Europa op. Ja, nee, want ik kan me wel voorstellen dat het wel spannend is, want nu komen er waarschijnlijk nieuwe verkiezingen en nu moet jij nog op pad voor 10 juni. Het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Ik weet niet of ik ga stemmen, hoor, 10 juni, als ik ook al in september weer moet. Nou, ik denk, er zijn een paar voordelen. Ten eerste is natuurlijk, hoop ik dat de opkomst nu wat hoger is. Want ja, we hadden toch wel een beetje de angst dat de opkomst wat te laag zou zijn. Het is jammer dat... Hoger? Wat? Nu hoger? Ja. In juni? Ja, want nu valt er wat te kiezen. Nu is er tenminste wat aan de gang. De belangstelling is er en zo. En er valt al zoveel te kiezen. Wat valt er nou te kiezen? Ja, nou, dat is nou juist. Als je bijvoorbeeld gaat stemmen en je stemt op Christen-Democraten Socialisten, dan stem je op weer 5, 10 jaar van hetzelfde. En het moet juist anders in Europa, net zoals het anders moet in Nederland. Ja, maar nu heeft bewezen dat D66 krijgt het helemaal niet voor elkaar om andere dingen er doorheen te voeren. Ja, deze keer is het niet gelukt, maar je moet goed bij stuk houden. Maar jullie zijn er al 33 jaar mee bezig met die referendum. Toen jij geboren werd, had Hans van Mierlo het idee van we gaan iets met een referendum doen. Ja, maar wat ga je nou doen? Je gaat terug. Heb je geen aandacht? Maar als het lang duurt, betekent niet dat je moet opgeven. En juist als je erin gelooft en als je denkt dat het belangrijk is, dit gaat om mensen de macht geven. De politiek mag de macht niet hebben, de mensen moeten dat hebben. En als je daarin gelooft, dan moet je daarvoor blijven vechten, zelfs als dat 33 jaar duurt. Heb je nog een vraag? Dan gaan we daarna door. Nee, ik laat het afsluiten. Jij hebt het afsluiten. En Lucevic, ga je heel erg goed. En ik hoop dat het echt goed gaat in het Europees Parlement. En probeer vooral met al die nieuwe dingen. Ga vooral door met deze. We gaan door voor de verandering, hoor. Oké, geen hartelijk applaus. Lucevic, van de Waal.